Beste Nunenaren, ik had deze toespraak willen starten met de woorden: het zijn vreemde tijden of we leven in een bizarre tijd. De terechte standaard openingszinnen van deze tijd. Maar ik spreek u vandaag toe op Woningsdag in plaats van op Koningsdag. En dat zegt eigenlijk al voldoende, want wie 2 maanden geleden had gesproken van Woningsdag zou voor gek zijn verklaard. En normaliter spreek ik u op deze dag toe van achter het spreekgestoelte in het klooster op het Rabobankplein. En ik prijs dan de aanwezige gedecoreerden voor hun inzet voor de gemeenschap om af te sluiten met een gezamenlijke toast. Hoe anders is de realiteit? Ik zit hier in mijn werkkamer, op afstand. Social distance in optima forma. En toch zullen we ons voorlopig moeten schikken. De woorden van premier Rutte van vorige week dinsdag laten daarover geen onduidelijkheid. Hou vol is het devies. Vooralsnog lijkt onze gemeente volgens de laatste cijfers van het RIVM relatief licht getroffen door het coronavirus. Maar ook hier in Nuenen, Gerwe en Nederwetten heeft het virus helaas slachtoffers gemaakt. En ik wil bij deze mijn medeleven betuigen aan alle mensen die afscheid hebben moeten nemen van een familielid, van een vriend, van een vriendin. En ik wens alle mensen die herstellende zijn heel veel beterschap. Zoals gezegd staan we op deze dag stil bij de gedecoreerden van onze gemeente. De mensen die een lintje ontvangen of ontvingen als teken van waardering voor hun waardevolle inzet en hun rol in de samenleving. Afgelopen vrijdag mocht ik, zij het op aangepaste wijze, keurig binnen de regels van het RIVM, weer een aantal mensen in het zonnetje zetten. Maar ik mag het dit jaar niet laten bij deze groep mensen. Ik wil mijn bewondering en mijn respect uitspreken richting een heel veel grotere groep mensen. U, de Nunenaren. Zonder uitzondering. U verdient namelijk allemaal een groot compliment en een hart onder de riem. Beschouw mijn woorden daarom als een soort van virtuele onderscheiding voor alle ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen die de nabijheid van hun naasten missen. Voor de mensen in de zorg die zonder vragen door blijven gaan. Voor alle schoolkinderen en hun juffen en meesters. En voor alle ouders die naast een hardwerkende man of vrouw plots ook een beetje juf of meester werden. Voor de horecaondernemers, de kappers, de fysiotherapeuten, de evenementenorganisatoren en al die andere ondernemers die hun omzetten zien dalen. En soms zelfs hun dromen in rook op zien gaan. Mensen die toch proberen het hoofd boven water te houden. Voor de hulpdiensten, brandweer, politie, ambulancevervoer. Die 24 uur per dag klaarstaan voor onze veiligheid. Maar ook voor alle sportclubs, de harmonieën, de toneel- en de muziekgezelschappen. En voor alle andere groepen en individuen die ik nog niet heb genoemd. Iedereen heeft namelijk in meer of mindere mate te maken met deze crisis. Uw geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. U wilt weer ondernemen, u wilt ontmoeten, u wilt feesten, u wilt zonder zorgen kunnen winkelen of de kleinkinderen kunnen knuffelen. Ik begrijp dat. Deze crisis gaat veel verder dan de kille dagelijkse cijfers of de gevolgen voor de economie. Het gaat om het gebrek aan persoonlijk contact. Het gebrek aan het gevoel dat er iemand dichtbij is. En juist daarom is het zo belangrijk om op elkaar te letten. Gelukkig is dat iets waarin wij, inwoners van Nuenen, Gerwe en Nederwetten, excelleren. Ik roemde al vaker uw saamhorigheidsgevoel en uw zelfredzaamheid. Maar nog nooit was dat beter op zijn plek dan nu.
Want juist nu toont u dat u klaar staat voor elkaar. En dat is nodig. Het doet me goed om te zien dat u er het beste van probeert te maken. Ik zie initiatieven van ondernemers en initiatieven van clubs. Ik zie buren die boodschappen doen voor elkaar. Ik wil u ook een compliment maken. Een compliment voor de manier waarop u zich houdt aan de regels van sociale afstand en de regels van hygiëne. U blijft alle zoveel als mogelijk thuis. U houdt rekening met elkaar. In de winkels en op straat. U gaat niet massaal in het park liggen bij de eerste zonnestralen. Nune naren staan bekend als dwergs. Maar in deze tijden loopt u keurig in de pas. En dat siert u. Vandaag vieren we geen Koningsdag, maar Woningsdag. En al is dat geen Koningsdag zoals we die altijd vieren, ik weet zeker dat u er toch een mooie dag van maakt. Er komen weer betere tijden, maar we moeten geduld hebben. Hou nog even vol. Houd nog even afstand. Blijf nog even binnen als u zich niet lekker voelt. En pas goed op uzelf en op anderen. Samen kunnen we dit aan. Dat bewijst u iedere dag. En dat maakt mij een hele trotse burgemeester. Op uw gezondheid. En natuurlijk op die van de koning.